voorbereidingen voor de houten, voor de kerstmarkt. Ja. Kijk eens even, jongens. Wat zal dat vanavond leuk worden? Echt. Mooi hoor. De houthoeven. Oh, wat mooi jongens dit. Kijk nou eens, dat hebben ze mooi gemaakt hoor. Kijk dan. Een stukje huiskamer. Daar zou ik zo naar, ik zou er zo gaan zitten. Vanavond meer. Kerstmarkt, de houthoeven. Ik sta hier in groep 8. Hallo. En dan zie ik. Hey, die ken ik. Hallo. En dan zie ik hallo allemaal. Hallo. Zo. Wim. Ciao. Nou. Wie wil er allemaal op mijn vlog? Nou, ik ga gewoon een rondje lopen, doe maar zwaaien. Wow! Hey, Mitchell! Woehoe, yeah! Nog een keer! Yeah! Ik ben zo blij dat ik hier in groep 8 ben. Jullie ook? Ja! Hey, en alle gekheid. Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gemaakt? Want ik zie daar allemaal... Die is van mij. Nou, hey Aida. Zo. Nou vertel eens, wat heb je gemaakt? Kerststuk. Oké, en waarvoor? Voor kerstmarkt. Mooi. Oké. Ga je nog naar de kerstmarkt? Ja. Oké. Ja. Zo. Nou, wil even een stukje gevlogd. Doei! Dilano, die zegt dat ik Bim moet zeggen. Yeah! Maar wat betekent Bim? Want ik dat ben... is een product! Dat is een product! En wat is er voor product? Weet ik niet. Nee. Wie weet het wel? Dat is een product. Dus jullie zeggen een woord, Bim, en je weet niet wat het betekent? Ja, die knol die ging van Bim. Zeg het nog eens. Die knol die ging van Bim. Oké. Later! Oh, wat prachtig. De kerstmarkt op de houthoever. Heel mooi. Kijk eens. Allemaal prachtige mooie kraampjes, versierd met lichtjes. En de poffertjes ruik je ook al. Echte Hollandse poffertjes. Ja, dat zijn de echte. Ja, Gerard, ja hè. Oh. Wat mooi joh. Wat hebben we hier? Staat hier wat in de brand? Kijk eens aan, wat mooi. Kijk. Meester Gerard is niet alleen een hele goede directeur, maar hij kan ook geweldige poffertjes gooien. Ja, dat zou ik ook zeggen. Heerlijk! Lekker! Ja, weet je nog niet, Jemmy moet nog eten. Ja! Wij gaan eruit. Kijk eens! Hou vast, hè? Hou hem recht, hè? Hou je vast! Yeah! Zo, de vent zit in ieder geval lekker warm. Your ginger hair.
Nou, dan gaat eerst even oliebollen uitdelen. En, Ik heb een tasje. Ik denk, dan konden jullie even lekker binnen opeten. Ja, dan oh, binnen. Kijk, dat is veel beter, jongen. Kijk, er komt de lijn. Ja. Kijk, er zit suiker bij. Ja. 30 oliebolletjes. Dus, iets maar. Yeah. Applaus. Zo. Waar wil je ons op de kaart? Dat was hem weer. Beste kijkers van mijn YouTube kanaaltje. Uit een dag van Wil. Nou, was weer cupcake. Was weer leuk. Niet veel zo gek veel onderwerpjes, maar wel leuk. Kerstmarkt van de Houthoeven. Nou, dat hebben ze echt fantastisch gedaan. En wat een opkomst van mensen, zeg. Hé, heb je het gezien? Geweldig. Nou, nog even naar de Paameijer geweest. Daar was Marvin. Marvin is normaal de ijsbrommer. Zomers. Met zijn overheerlijke ijs. Goede producten. Maar hij heeft ook lekkere oliebollen. Appelflappen. Nou ja, alles wat maar met dit te maken heeft. Dat kan je bij Marvin allemaal goed eten hoor. Heerlijk. Marvin, nog bedankt voor de oliebolletjes die je me vanavond, woensdagavond van vandaag dus, gegeven hebt. We gaan ze morgen zeker weer lekker opeten. Hé, hey, ik zou zeggen, voor straks, lekker slapen. Morgen allemaal hopelijk gezond weer op. En we gaan kijken wat we morgen maar weer gaan doen. Uit een dag van Wil. Doei. Later.